Het vermenigvuldige van 3 betekent natuurlijk bij elke 1 rand verandering in autonome besteding krijg ons een 3 rand verandering in die vlak van inkomen en productie. Nou, indien die autonome besteding soos investeringsbesteding dus met 100 rand sal afneem, dan beteken dit die vermindering in die vlak van productie en inkomen sal gelijk wees aan 100 maal 3 is gelijk aan 300. En die stelling is derhalve correct.